Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 13 oktober zien we overwegend veel bewolking in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Maar als we goed kijken, dan kunnen we zien dat boven het zuiden van het land en boven België een paar opklaringen zaten. En daar hebben ze vandaag genoten van zonneschijn. Maar er is dus algemeen veel bewolking en het weer is onder invloed van een lage drukgebied boven het zuiden van Europa. Het hoge drukgebied boven Scandinavië wordt geleidelijk aan verdrongen. En de stroming draait naar het zuidoosten, dus de storingen kunnen geleidelijk aan dichterbij gaan komen. Vandaag was het nog op veel plaatsen droog, maar dat was een koude dag. Met een stevige oostelijke wind werd het amper 9 graden op de Wadden tot 12 in het zuiden van het land. Vanavond blijft het nagenoeg droog. Er kan een beetje lichte regen of motregen vallen, maar veel stelt dat niet voor. En de temperatuur gaat vannacht dalen naar 5 tot 8 graden. De wind die waait nog stevig door. En morgen zwakt de wind in de loop van de dag af naar een matig wind windkracht 4. We zien overwegend veel grijze luchten, maar het blijft meest droog. En het wordt in de middag 11 tot 14 graden. En daarmee is het nog steeds aan de koele kant voor de tijd van het jaar. In het weekend gaat de temperatuur omhoog, maar op zaterdag krijgen we te maken met een storing die van het zuiden naar het noorden trekt, met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Maar in de loop van de dag klaart het van het zuiden uit op en dan draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en ligt de temperatuur in de middag tussen de 14 en de 16 graden. Zondag is een aardige herfstdag, het blijft droog en de zon schijnt vooral in de middag geregeld en het wordt 16 tot 18 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Maandag kan er een bui vallen, maar ook dan ligt de temperatuur nog aan de hoogkant voor de tijd van het jaar, want normaal wordt het 15 graden. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de rest van de volgende week, dan zien we dat de temperatuur geleidelijk aan weer naar beneden gaat en dan wordt het ook een stuk wisselvalliger. Ik ben Jaap Mooi van Weerplaza.nl.